Goedenochtend allemaal. Welkom bij de World of Cutting, Stripping en Shrinking. Dit is een derde webinar uit de reeks van vier. Ik ga kort beginnen met uitleggen wie Smans is, voor wie ons niet zou kennen. Smans is een bedrijf gelokaliseerd in Turnhout. Ondertussen bestaan we meer dan 45 jaar. Hebben we een enorme expertise opgebouwd wat betreft de automatische kabel- en draadverwerking. Als ook de assemblage van printplaten, SMD-techniek en zowel THT, through-hole-techniek, waar we machinale oplossingen voor hebben. We hebben een zeer grote install base. We hebben een verkoopsteam met een enorme kennis, maar ook belangrijk een supportteam van 10 personen sterk ondertussen, waarin dat we jullie als klant of potentiële klant echt willen gaan servicen. En een heel stukje waar we nu ook mee doen met die webinars, is het stukje kennisdeling. Wat een belangrijk aspect is in onze onderneming. Vanwaar deze webinar? In oktober hebben we nog net het geluk gehad voor de tweede coronagolf om een live event te organiseren. Dit live event was hier in Turnhout in ons Technology Center. En daarin hebben we eigenlijk vier werelden gecreëerd. The World of Cutting, Stripping and Shrinking. Dat is de wereld die we vandaag met jullie digitaal gaan bespreken. Maar er was ook een wereld rond crimping, connecting en quality. Er was ook een wereld rond automation en application. En er was een wereld rond marking en labeling. Die laatste die gaan we digitaal ook doen, nog voor jullie. En dat zal zijn, als ik het goed heb, op 10 maart, volgens mij. Ja. Dus de digitale verhaal is er zeker gekomen, omdat we met het live event en de coronamaatregel minder mensen konden ontvangen, maar dat we toch super belangrijk vonden om het aan een grotere groep te delen, zodat jullie echt een update krijgen van welke oplossingen zijn er op dag van vandaag beschikbaar in die wereld van knippen, strippen en het krimpen van krimpkous. We gaan jullie dus een goed beeld geven van de hedendaagse oplossingen die er bestaan. Het verloop van vandaag, van de webinar, gaat zijn dat wij zo dadelijk een vooropgenomen video gaan starten. Die gaat ongeveer een 18 minuutjes duren. Waarom vooropgenomen? De dag na het live event van oktober hebben wij eigenlijk de hele wereld met camera in beeld gebracht. Toen stond alles live opgesteld, werkend opgesteld, dus dat wouden we zeker ook op die manier meegeven. En dan na de video kom ik bij jullie terug. Gaan we kort nog een paar zaken vertellen en dan starten we de live Q&A. In de Q&A kunnen jullie zowel de openbare als de privéchat gebruiken. Zijn er op het einde van heel de webinar toch nog vragen onbeantwoord gebleven? Hebben wij ook een mailadres actief gemaakt en dat is qa@smans.com. Ook Hanna zal dat zeker in de chat even alles kopiëren. Later gaan we die zeker nog een keertje herhalen. Blijf ook zeker tot op het einde kijken. Op het einde hebben we weer, zoals de vorige edities, een verrassing klaarstaan. Voor sommigen ondertussen misschien geen verrassing meer die de vorige edities gezien hebben. Maar blijf zeker kijken tot het einde. En de Q&A blijkt, zoals de vorige twee edities, een zeer interessant stuk te zijn voor al de deelnemers. Dat is toch de feedback die wij al hebben gekregen. Ik ga nu de video gaan starten. Heel belangrijk, bij het starten van de video is het nodig dat jullie linksboven klikken op dempen opheffen. Als jullie dat niet doen, dan horen jullie het geluid van de video niet. Dat is belangrijk. Dat het beeld is belangrijk, maar hetgeen er verteld wordt op de video is zeker nog zo belangrijk. Dus denk zeker aan linksboven het knopje dempen opheffen als de video dadelijk gestart is. Veel kijkplezier en we gaan nu de video starten. Welkom bij Smans en welkom in de wereld van het knippen, strippen en aankrimpen van krimpkous. Naast deze wereld hebben we ook nog andere werelden, zijnde het krimpen van contacten en de kwaliteitsbewaking, het identificeren, markeren van draad en het automatiseren en applicaties voor bepaalde toepassingen. In deze wereld gaan we onze focus leggen op mogelijkheden voor materialen op een bepaalde lengte te knippen. Nadien het strippen van die producten en waar een krimpkous aan te pas komt, het gecontroleerd, heel belangrijk, gecontroleerd gaan aankrimpen van die krimpkous. Links van mij ziet u het gamma betreffende knipmachines, het op lengte maken. Achter mij ziet u de striptoestellen. En aan de rechtse zijde ziet u de applicaties voor het ontmantelen van kabel en het krimpen van krimpkous. De eerste oplossing wat betreft het op lengte knippen van draad. De LC100 van GLW is een machine die tot 10 vierkante millimeter draad op lengte kan knippen of in massieve kern 2,5 kwadraat. Voor de rest super eenvoudig te bedienen. We zetten louter een lengte in, een aantal en drukken op start.
Tevens wordt de aanvoer geregeld door de GLW DR30 om een vlekkeloze aanvoer van materiaal te voorzien. Een volgend toestel dat we aan jullie willen tonen is de Comax IOTA 330, een vrij nieuwe machine in het Comax-gamma dat geschikt is voor kabels tot 16 vierkante millimeter of 35 vierkante millimeter of een breedte van 80 millimeter. Voor de rest, instellingsgewijs, hebben we een mooi overzichtelijke display. We kunnen een snelheid ingeven, een aantal en natuurlijk de lengte, wat superbelangrijk is. De druk van de rollen op de kabel of de draad of de krimpkous is natuurlijk ook instelbaar, wat superbelangrijk is voor een juist transport en een juiste rechte knip te bewerkstelligen. Op het einde van de machine is er een palletje dat natuurlijk het einde van uw product gaat detecteren, zodat we niet gaan blijven verder werken terwijl het materiaal op is. Nog een stapje groter en sterker is de Ulmer SM15 2 PLC. Hier kunnen we nog bredere producten aan. De 15 staat voor de centimeterbreedte van de belt. We hebben ook een 30 variant waar we zelfs tot 30 centimeter brede producten kunnen gaan knippen. Een sterkere knipcilinder dan de IOTA 330, dus nog dikkere producten, nog dikkere kabels kunnen we gaan verwerken. Ook heel belangrijk weer einde productdetectie. Hier hebben we voor gekozen om toch een vrij stugge krimpkous te gaan verwerken. Bediening, vrij gelijk, snelheid, de druk van de banden op de kabel, de draad, de krimpkous. En we gaan instellen wat de lengte en aantallen zijn. Aan de achterzijde wordt het materiaal uitgevoerd. Er is ook een veiligheid voorzien dat we niet met de vingers onder het mes kunnen geraken, zoals trouwens ook bij de vorige machines. Optioneel kunnen we hier ook een outfeed belt aan gaan koppelen, bijvoorbeeld bij krimpkous die blijft vastplakken. Op de uitvoergeleiding standaard kunnen we een flatbelt aan gaan koppelen, zodat de producten mooi buiten worden gevoerd, in een bak vallen en de veiligheid gegarandeerd blijft. Wat we hier zien is de krimpkous op lengte. Nogmaals, korte stukjes kan nog veel korter, maar kan ook een heel stukje langer zijn. Kan ook tot 15 centimeter breed gaan bij deze machine. Hier hebben we voor jullie 3 eenvoudige stripmachines voorzien, die eenvoudig instelbaar zijn, maar zonder geheugenpositie. De eerste machine in de reeks is de GLW CS60, tot 6 vierkante millimeter. Eenvoudig instelbaar, insnijdiameter, striplengte en de pullback van de isolatie, al dan niet volledig eraf. Opvangbak voor de stripresten. En voor de rest hebben we hier een heel goed zicht op wat er aan het gebeuren is. Als we een draadje nemen, dan gaan we ook een heel goede centrering hebben onderin om hem altijd juist in te steken. En we zien dat de machine ook supersnel is in zijn cyclustijd. De machine ernaast is de ZNF of Solar & Frolic A101. Qua specificaties zijn dat echt vergelijkbare machines. Alleen de insteeklengte van uw draad gaat iets langer zijn, waardoor voor kort ontmantelde kabels het een nadelig effect kan hebben. Bijkomend hebben we ook een dichtafscherming van voor, wat het maakt dat je het product er blind moet gaan insteken. Nu, de sensor en het bereik is super eenvoudig, dus ook daar gaan we geen probleem ondervinden. De cyclustijd van deze machine gaat net iets langzamer zijn dan de GLW CS60. Aan de andere kant, de prijs gaat weer net iets voordeliger zijn. De laatste machine in deze reeks, ook van ZNF, Zoller en Freulich, is de AI04. Principieel 100% gelijk, alleen deze start bij 2,5 vierkante millimeter en heeft er eens tot en met 16 vierkante millimeter. Dus voor de dikkere draden te gaan strippen. Onze sample gaat hier 4 of 6 vierkante millimeter zijn. Principieel identiek, ook qua cyclustijd vergelijkbaar met de AI01. Wat stripmachines betreft gaan we nu een stap in de intelligentie maken van de machine. De Mira 230 en 340 zijn beide intelligent programmeerbare stripmachines. De Mira 230 heeft een insnijmanier op deze manier, dus met veemessen gaan zij tegen elkaar. En de Mira 340 gaat op een roterende manier insnijden. Hiermee hebben we een iets kortere ontmantellengte tot 42 mm en de diameter gaat tot een 7-8 mm. Hier gaan we net weer al een stapje langer en dikker gaan. Waarom roterend snijden of op de andere manier is net afhankelijk van het type product dat u wil gaan verwerken. Bijkomend, de machines die we hier hebben staan zijn de Q-versies. Het voordeel van de Q-versie is dat het een automatische conductor detector heeft. Wat houdt dat in? De machine is zo intelligent dat wanneer het koper voelt tijdens het strippen, dus wat niet mag gebeuren voor de juiste kwaliteit, de machine onmiddellijk een melding geeft dat de kwaliteit niet gehaald is. Verder, heb ik al gezegd,
programmeerbaar. Programmeerbaar houdt in dat we eens een programmaatje gemaakt hebben, het in het geheugen gaan opslaan en eender welke momenten terug kunnen gaan binnenhalen en er zeker van zijn dat die instellingen juist zijn. Nu, een tweede belangrijk voordeel van dit programmeerbaar verhaal is dat we een sequentie kunnen gaan maken. Een sequentie houdt in is dat we bijvoorbeeld een meeraderige kabel hebben en dat we met één instelling, één sequentie lijsten gaan maken, zowel starten met eerste maal invoeren buitenmantelweg, tweede maal invoeren deze draad gestript, de zwarte, die we op 7 mm lengte hebben gestript. De volgende draad die we moeten invoeren is de geel-groene, die we automatisch eerst gaan inkorten voor als aardingsdraad en dan maar 4 mm gaan strippen. Wat die lengtes juist zijn, perfect programmeerbaar, per product afhankelijk. Grote voordeel, u heeft een multikabel, u neemt die één keer vast, doet alle draden stap na stap achter elkaar en u hoeft de machine tussentijds niet te gaan verstellen. Als we naar de functie gaan kijken van de machines, de 230, hebben we als voorbeeld een eenvoudig draadje dat we kunnen gaan strippen. Nu, het kan ook nog een stukje meer aan. We voeren de draad in tot tegen de startsensor en we maken een perfecte strip. De startsensor is ook heel belangrijk. Deze is drukgevoelig. Dat wil zeggen dat onze striplengte een pakje nauwkeuriger gaat zijn dan bij de machines die we hiervoor gezien hebben. Als we één stapje verder gaan, de 340, had ik net als voorbeeld de multikabel, eerst buitenmantelweg en dan de rest van de aders. Lijstje staat normaal goed gestart. We voeren onze kabel in, buitenmantel gaat er vanaf. De rest kunnen we nog wegnemen en dan zegt hij zwart draadje nummer 1. Mijn herinnering is dat hij in het midden zit. Nemen zwart 1, voeren zwart 1 in. En zo gaan we naar zwart 2, 3 en 4, die allemaal een andere lengte, insnijddiameter, zero cut kunnen hebben, tot we tot het mooie eindproduct komen dat we voorzien hebben in de programmatie. De laatste machine in de Mira-familie van Comax is de Mira 440. Recent uitgebracht en speciaal ontworpen voor het strippen van coaxkabel. Coax heeft de specifieke eigenschap dat we verschillende lengte, striplengtes en insnijdieptes in één product gaan hebben om dit als eindresultaat te krijgen. Via de intuïtieve touchscreen kunnen wij heel eenvoudig laag per laag gaan definiëren hoe lang en hoe dieper moet gesneden worden. Voor de rest vergelijkbare software dan de andere machines uit de Mira-reeks, dus eenvoud van bedienen. Als je één machine kent, ga je de andere ook onmiddellijk ervaren. Als sample hebben we hier een coax van enkele millimeters dik. Laag 1 wordt gestript in de machine, dan laag 2 en uiteindelijk de langste laag is de laatste stap. In de voorbije machines hebben we twee processen apart gezien. We gaan knippen apart houden van het strippen. Een stapje meer in automatisering is knippen en strippen in één machine onder te brengen. Bij Comax noemen we dit de Kappa-reeks. Kappa-reeks heeft verschillende modellen. We hebben hier gekozen voor de Kappa 310, de kleinste uit de reeks met een bereik tot 6 vierkante millimeter. In een van onze andere werelden, marking en labeling, gaan we ook nog zeker de grotere Kappa-machines zien die wat dikkere kabels en draad aan kunnen. Wat is er nu zo specifiek aan de Kappa? Sowieso hebben we een draadtransport, we hebben een goede geleiding en we hebben een ultrasnelle messenkop. Veel belangrijker is hoe gebruiksvriendelijk de machine is. We hebben een intuïtieve touchscreen waar een operator zeer eenvoudig de instellingen kan maken dat hij wil. Of waar alles voorgeprogrammeerd kan worden door de werkvoorbereider en dat de operator met een barcode-scanning het product gaat inladen en zo geen manipulatie kan doen. Dat is voor u als klant de keuze hoe u wil gaan werken. Wil ik bijvoorbeeld op dit moment van mijn lengte van 90 mm, wil ik daar 150 mm van maken, is dat één druk op de instelling, de nieuwe waarde en bevestigen. Hetzelfde voor de striplengte aan de eerste kant of aan de tweede kant, heel eenvoudig aanpasbaar. U als gebruiker kan dus perfect gaan kiezen, wil ik alles direct ingeven hier of wil ik met een ganse bibliotheek in de achtergrond gaan werken. Als we de machine starten, doet hij zoals het bekend is van een knipstripmachine. Eerst zijde 1 strippen, doorvoeren, afknippen, geleiding gaat naar boven en dan gaan we de tweede zijde strippen. Batchgrootte kunnen we bevestigen. We kunnen een totaal aantal stuks ingeven in batches van een subtotaal zoals u wil gaan gebruiken. Natuurlijk komen er buiten dunne draden ook dikkere multikabels voor en die moeten ook ontmanteld worden. Hier worden 3 oplossingen in deze wereld getoond, van de volledig manuele oplossingen naar de elektropneumatische oplossingen van Rittmeyer, de AmoRound en de AmoRound Auto. Graag neem ik jullie eerst mee in detail naar de manuele oplossing van Romage.
een manuele tool van Rohmetsch om voor kleinere oplagen toch super gecontroleerd de buitenmantel van de kabel gaan weg te nemen. We voeren de kabel in. We hebben de juiste vormmessen eerst geselecteerd voor deze diameter. Andere diameter, andere vormmessen nodig of een andere positie van de vormmes. De messen gaan open. We voeren onze kabel in tot tegen de aanslag. De aanslag is tevens ook de bepaling van de striplengte. Dan gaan we de hefboom opzij duwen ter opklemming van de kabel en gaan we achteruit draaien om de kabel te ontmantelen. Heel eenvoudig is de kabel perfect super ontmanteld met de juiste kwaliteit. Hebt u meer ontmantelingen per dag te doen, dan hebben we ook de automatische oplossingen van Rittmeyer. De AMOround en de AMOround Auto tonen we hier u. Weet ook dat Rittmeyer de AM-stripreeks heeft, waar dat we vergelijkbaar met de Rohmetsch voordien met vormmessen gaan werken, maar wel met een pneumatische slag en geen manuele slag. Hier hebben we geen vormmessen, maar hebben we een roterende snijkop. Bij de gewone AMOround gaan we de insnijdiepten op basis van een schroefinstelling met een inbeschroef gaan instellen op de juiste diepte. Wat wil zeggen, bij een productverstelling gaan we van diameter moeten gaan wisselen van kabel naar kabel. Bij de auto gaat dit volledig digitaal gebeuren. Daar hebben we een touchscreen, hebben we een geheugen en kunnen we perfect een database van die kabel, die insnijdiepte, die kabel, die insnijdiepte. Dus de ontmantellengte kan ook bepaald worden. Net hetzelfde bij de gewone AMOround via een instelling met een fixatie van een schroef. Bij de autoversie gaan we dat ook weer volledig digitaal gaan doen. Beide machines zijn geschikt voor een breed gamma aan multikabels te gaan ontmantelen, waarbij de auto zelfs tot 1,50 meter in ontmantellengte kunnen gaan toepassen. We starten even bij de standaard AMOround die we nu hebben ingesteld voor de buitenmantel van deze kabel weg te nemen. Wat we eerst doen is de machine resetten natuurlijk. Het aantal omwentelingen voor de draaikop kunnen we instellen en de klemmendruk. En voor de rest hoeven we enkel en alleen de kabel in te voeren. De kabel komt er perfect ontmanteld uit. Zou je nu de afscherming op een andere lengte willen gaan strippen, zouden we dat kunnen instellen. Iets meer slijtage voor de messen en is wel enkel mogelijk als er ook nog een tweede binnenisolatie aanwezig is op de kabel. Bij de AMOround Auto is dat 100% gelijk, alleen al die mechanische instellingen zoals gezegd doen we volledig digitaal met een geheugen database en zelfs een barcodescanning om het product te gaan activeren indien gewenst. Als laatste verschil tussen deze twee machines kunnen we het aantal messen meegeven. De AMOround standaard heeft 2 messen, vlakke messen of V-messen, maar de auto heeft 6 messen. En door die 6 messen kunnen we veel beter het striprest vastpakken en we hebben veel meer kracht om het striprest achteruit te trekken. Dus kunnen we ook langere ontmantellengtes en moeilijkere kabels gaan ontmantelen. Het kluwe is een afgeschermde kabel. Deze afscherming weghalen is manueel. Met de handtang op een bepaalde lengte inkort of volledig weg. Het blijft een uitdaging. Ook daar heeft onze leverancier Rittmeyer een perfecte oplossing voor gezocht. De Berico Cut gaat deze mantel of deze afscherming op de perfecte lengte inkorten zoals we het hier hebben voorgesteld. We voeren de kabel in, zetten de kous of de shielding een klein beetje open. De uitdaging is om de kabel er goed in te krijgen. We drukken hem tot tegen de aanslag. Maken hem los en zien hier een perfecte strip van de shielding. De volgende stap zou kunnen zijn als we deze shielding willen behouden, maar we willen de haartjes in plaats van geweven volledig losgekaamd hebben om een verdere verwerking op te gaan doen. Van boven hebben we daar de ontwister voor. Hierin gaan we perfect de haartjes volledig uit elkaar gaan twisten. Als laatste zouden we deze machine ook nog in draairichting kunnen aanpassen om alle haartjes mooi achteruit te kammen. Als sample heb ik dat hier voor jullie klaar liggen om dit eindresultaat te krijgen. Dit scheelt enorm veel manueel werk. Het krimpen van krimpkous wordt veel gedaan in de praktijk met de warme luchtbrander of de verfbrander. Nu, wat is daar goed aan, wat is daar slecht aan? Het goede eraan is, de investering is laag. Het slechte eraan is, er is nul controle over de temperatuur en de tijd van het krimpproces. En dat is nu net zo belangrijk om een echte perfecte kwaliteit van krimp te krijgen op uw krimpkous. Ook daar tonen we graag enkele oplossingen aan jullie. Eerste verhaal, de Exmoor krimp voor krimpkous. Het is een verplaatsbare tool op een steun of manueel vast te houden, afhankelijk van de locatie waar u wilt gaan werken. Op een super eenvoudige manier
gaan we de krimpkous met infrarood gaan krimpen. Heel belangrijk, gecontroleerd in temperatuur en tijd, wat je nooit zult hebben met de verfbrander die veel gebruikt wordt. Wat houdt het in de praktijk in? Onze krimpkous is aangebracht. Onderaan hier hebben we een voetpedaal staan. We houden ons product voor het glas, drukken erop. Infrarood gaat aan volgens de tijd en temperatuur we willen. En op het einde komt onze krimpkous er perfect gekrompen uit. Natuurlijk, een heel dun draadje. Hoe ver kan je gaan? Tevens van het gamma van Exmoor hebben we de Butch Shrink, waarin we echt de dikkere kabels ook weer kunnen gaan gecontroleerd krimpen van de krimpkous. Ook hier superbelangrijk voor een juiste krimp te hebben om in de field geen kwaliteitsproblemen te ervaren. Wat we net hebben gezien is vrij manueel. Als tweede partner voor infrarood krimpen hebben wij ook Mecalbi. Mecalbi is een bedrijf uit Portugal dat echt geautomatiseerde systemen gaat maken. We hebben hier gekozen voor de CS14 in combinatie met automatisatie ISAC14. Wat we hier willen gaan doen is een doorloopsysteem voor krimpkous die over een ultrasoonverbinding staat te gaan automatiseren. Naast de oplossing die hier staat, hebben ze nog tal van andere dual chambers en noem maar op automatisatieoplossingen die nodig zijn voor het krimpen van krimpkous. Ook weer infrarood, gecontroleerd in tijd en temperatuur. Superbelangrijk. Als we ons even gaan focussen op de oplossing die hier staat, gaan we onze krimpkous positioneren. Maar naast de elektrische verbinding. Dit willen we blootlaten om contact te maken met elektrodes. Vanaf zij het koper voelen, gaat die automatisch de krimpkous op de juiste positie schuiven. Lengte aanmeten, indien dat goed is, gaat die in de transfer om de krimp te gaan verwezenlijken. Lengte was goed, positie is goed. Daarmee kan hij door naar de transfer. Achteraan valt hij er perfect gekrompen uit. Als voorbeeld zien we hier al een mooi resultaat. Dit is het einde van dit webinar. We starten nu onze live Q&A op. Stel gerust jullie vragen. Blijven er vragen over, kan je ons steeds bereiken op onderstaande gegevens. Goed, welkom terug. Hopelijk hebben jullie via de video al een goede update gehad. En kunnen we zo dadelijk gaan starten aan het belangrijkste stukje, toch zeker ook van dit verhaal, is jullie persoonlijke vragen via de Q&A. Wat ik nog wel kort wil meegeven, is dat wat wij hier doen, is echt productinformatie. Ondertussen hebben wij bij Smans ook de Smans Academy opgericht. En in de Smans Academy focussen we ons op opleiding zowel van operators als personen die al meer van de technologie afweten. Waar we echt dedicated procestrainingen gaan geven. Een uitleg van een krimproces in detail, kwaliteit in detail, waar we ons focussen op het proces en niet op de machine. Dus ben je in de Academy geweest, heb je een procestraining gehad, ga je ook ten aller tijde, ongeacht met welk merk van je machine, welke merk van machine je in de productie hebt, ga je perfect terug op dat proces kunnen terugvallen dat achter al deze machines steekt. Dus dat is de Smans Academy, waar we echt focussen op het proces en minder op de machine. Alles ook te vinden op onze website onder de tab Academy. Wat gaan we nu doen? We gaan starten met de Q&A. Ik ga zo dadelijk het panel der wijzen in beeld brengen. En zij gaan de antwoorden geven op de vragen die gesteld zijn en hopelijk ook nog een stukje gesteld gaan worden. Doe dat zeker in de openbare chat of in de privéchat. Nogmaals, blijvende vragen onbeantwoord hebben we weer Q&A@smans.com gelanceerd als mailadres waar jullie later na dit webinar ook nog zeker vragen op kunnen stellen. Ik ga beginnen met het panel der wijze in beeld te brengen. Ziezo, ik ga kort van mijn kant een korte voorstelling geven. Rechts in beeld hebben we Dennis Slagmulders. Dennis is werkzaam bij Exmoor. Exmoor is ondertussen een leverancier van Smans geworden na de transitie die er vorig jaar is geweest. En via hun kunnen wij ook hun infrarood oplossingen aanbieden in de Benelux-markt, maar weet dat Exmoor ook nog veel meer heeft richting splice-oplossingen en speciale krimpoplossingen. Dus dat is zeker de moeite waard om daar een keer in te verdiepen. In het midden hebben we Roy van Alphen, accountmanager voor Nederland. En aan de linkse kant hebben we Bart van Biezen, de accountmanager voor de Belgische markt van Smans. Goed, we gaan starten, heren, met de eerste vraag. Ik ga hier even de juiste chat openzetten en dan zien waar we vraag 1 kunnen vinden.
Vraag 1. Is het mogelijk om bij de COMAX Q ook om op een bepaalde volgorde verschillende draaddiameters te strippen? Op die vraag zal ik antwoorden. Dat is inderdaad mogelijk. De Q staat enkel voor de sensor die controle houdt bij het strippen, dat we niet in de koper gaan snijden. Voor de rest zijn eigenlijk alle specificaties van de machines dezelfde. Dus dat betekent de standaard machine 230 tot 440 heeft dezelfde specificaties als diezelfde machine met de Q achteraan. Klopt, dus 100% Bert, dank voor de uitleg. Dus elke machine uit de Mira-reeks kan sequentieel gaan produceren. Dus de ene draad naar de andere met andere lengtes en insnijdieptes door elkaar. De volgende vraag. Mooie machines, die COMAX strippers. Dus ik ga het even letterlijk voorlezen. Dat is ook dankjewel voor die uitdrukking. Echter, moet men alle stripinstellingen aan de machine doen? Of kan men ook via een software interface de instellingen voor de Mira machines op de computer doen, die je nadien dan kan gaan uploaden richting de machine? Op dit moment is het zo dat elke instelling op de machine zelf moet gebeuren. Maar dat is, op zich is dat ook belangrijk, ook, want elke draad die je gaat instellen, die moet ook getest worden, de parameters goed zijn. Natuurlijk is het zo dat bij de Mira-machines er een standaard database is van verschillende draden in kwadraturen of AWG-maten, dat kan je gaan kiezen. En ook de isolaties zitten voorgeprogrammeerd, dus PVC, Teflon, dat kan je ook gaan kiezen. Je kan zelfs een eigen custom-made database gaan maken. Wat is er wel belangrijk, stel dat je naar een tweede Mira gaat kijken, dan is het zo dat je de database, dus al je draden die je hebt geprogrammeerd, gewoon op een USB-tje kan zetten en dan kan converteren en op de andere machine gaat installeren. Zo heb je geen werk meer aan de tweede machine, maar bij de eerste machine, ja, het is zo dat alles goed gecontroleerd moet zijn, dat instellingen nagekeken moet zijn, visuele controle, eventueel met de camera, dus dat blijft toch een belangrijke. Misschien dat het toekomstgericht wel gaat kunnen, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. Yes, dankjewel. Een volgende vraag die we krijgen is wat het ongeveer het budget zou zijn voor de Exmor Infrarood Crimp Tool. Dit is natuurlijk afhankelijk van welk toestel dat je juist bedoelt, maar als wij met het handmodel of met de bootshielding of de desktop toestel zitten, met daarbij dan onze universele controller, zitten we ongeveer rond een prijsklasse van 2500 euro. Yes, Dennis, dankjewel. Wat is het verschil in krimptijd tussen een hete lucht krimp of een infrarood krimp op krimpkous? Ja. Hierbij zitten we ook afhankelijk van de applicatie, dus van welke sleeve dat we aan het krimpen zijn. Maar een standaard zwarte sleeve, bijvoorbeeld met lijm, kunnen we toch wel zeggen dat we minst even snel tussen de halve tijd zitten. Maar echt, het is afhankelijk van de applicatie. Ik denk ook inderdaad belangrijk, Dennis, dat je dat aangeeft. Het is dikwijls wordt naar een krimpkous gekeken als iets dat je zelfs nog met de aansteker zou kunnen dichtkrimpen. Maar het type materiaal van de krimpkous, de lijm die erin zit en zo verder, zijn echt wel belangrijke parameters om daar juist op te kunnen antwoorden. Dus voor de persoon die vraag gesteld heeft, contacteer ons ook nog zeker even via qna@spaans.com. Want wij kijken natuurlijk graag mee naar welke producten u heeft, dat we daar ook een gepaste feedback op uw specifieke krimpkousen kunnen geven. De volgende vraag is, afscherming ontvlechten kennen wij, maar is er een optie ook om de afscherming achterover te plooien? Niet iets op de markt. Dus Beuwe heeft eigenlijk drie verschillende toestellen. Het borstelmachine dat we net gezien hebben, waarmee dat je kan ontrafelen of hem wel achteruit gaan naar achter plooien, maar niet op de manier dat de vraag gesteld wordt. Dus ontrafeld achteruit plooien, als ik het zo mag zeggen. Dan hebben ze ook nog een machine om de onderlaag, de afscherming, af te frezen.
als die moet afgefreesd worden. En dan hebben zij eigenlijk nog een derde machine die eigenlijk niet voor afgeschermde kabels dient, maar meer om kabels te gaan twisten. Want dat zijn de drie speciale machines die Beuwe heeft. En standaard ken ik eigenlijk geen machine om de mantel achteruit te plooien zoals hier eigenlijk gesteld wordt. Ja, dankjewel Bart. Denk compleet antwoord. Ondertussen hebben wij wel al wat applicaties gezien voor het achteruitplooien van de afscherming, maar die zitten vooral in de high voltage cables voor elektrische auto's, waar dat dan echt een heel speciaal proces zit met het strippen, weghalen, achteruitplooien en een ring rondkrimpen. Dus afhankelijk van uw applicatie gaat het toevallig over elektrische, de kabels voor elektrische auto's. Of de interne bekabeling van elektrische auto's, zijn daar wel mogelijkheden. Dus ook zeker daar, stuur ons kort nog een mailtje naar Q&A@smans.com en dan gaan we daar zeker graag dieper op in, afhankelijk van de applicatie die u op dit moment heeft. De volgende vraag. Ik werk met kabeldiameters van AWG 30 en hoger. De aantallen zijn zeer klein en soms in kleine ruimtes. Welke mogelijkheid hebben jullie hiervoor? De AWG 30, ja, dat is inderdaad, zitten we naar de kleinere draden te gaan kijken natuurlijk. Dus ja, met die MIRA's kunnen we zeker oplossingen gaan bieden. Maar als je spreekt over kleine ruimtes, ja, werk je dan in een paneel of dergelijke, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen van de vraag alleen, maar er bestaan ook handstrippertjes waardoor dat we kleine kwadraturen ook kunnen gaan strippen. Dan kunnen we het eventueel met een handstripper gaan doen. Ja, het is natuurlijk altijd het gemakkelijkste en meest gecontroleerd als we met een machine gaan doen, maar we hebben zeker oplossingen om in kleine ruimtes te gaan werken. Ja, ik denk inderdaad, het vraagje kleine ruimtes mag absoluut nog wel verduidelijk worden via een tweede chatmelding. Maar zoals Roy aangeeft, wat we hier zien staan zijn benchtopmachines. Moet je echt ergens ingaan en daar kunnen gaan strippen in een besturingskast of in een machine, dan zijn er ook wel zeker manuele tools ter beschikking die wij in een pakket hebben, of althans weten van het bestaan, waar we jullie verder info van kunnen bezorgen. Strippen tot nu toe zie ik enkel mechanische strippers, maar hoe zit het met laserstrippers? Ik weet dat het out of the box is, maar wordt daar ook over nagedacht, met name PTFE kabels of niet geheel ronde kabels? Er bestaan inderdaad oplossingen, zowel benchtop oplossingen als oplossingen in lijn met een standaard knip stripmachine. En we hebben daar eigenlijk twee fabrikanten voor. Dat is Lazalec, die eigenlijk ook onderdeel is van Comax, die vooral gekend is in de vliegtuigwereld. En wij hebben ook speciale projecten, hebben wij al de laserbox van Exmoor ingeschakeld. Dus de laserbox van Exmoor komt binnen 14 dagen aan de orde bij het lasermarkeren in lijn van de knipstripmachines. Maar we hebben ook al projecten waar we deze laserbox voorzien hebben van de laserbron om dus eigenlijk materialen gaan te strippen die dus eigenlijk getransporteerd wordt door een Kappa 330 in dit geval. Maar dat kan natuurlijk ook een andere automatische snij- of stripmachine zijn. Dankjewel Bart. Volgende vraag. Zit er voor het aanbrengen van krimpkous verschil in de machines wanneer je krimpkous gebruikt met lijm? Dus voor het aanbrengen van de krimpkous, zit er daar verschil in de machines als het om krimpkous met lijm gaat? Nee, dus dat is eigenlijk het voordeel van onze machines. Al onze machines kunnen alle soorten krimpkousen verwerken. Het enige verschil is dus effectief van ja, qua lengte en de diameter. Dan moet je gaan opschalen naar een andere toestel. Maar dus krimpkousen standaard met lijm, shoulder sleeves, zijn allemaal geen enkel probleem voor onze toestellen. Dankjewel. Een volgende vraag die we nog hebben. Is het mogelijk om met draadlijsten te gaan werken als we kijken naar de krimpmachines die we in het begin van de video hebben gezien? Ja, dus de IOTA, de eerste machine, is dat voorlopig nog niet mogelijk. Bij de Ulmer, de SM15 die we hebben gezien, de 2PLC, is dat ook niet mogelijk. Maar we hebben ook nog andere versies in de SM15. De 2PT bijvoorbeeld, en dan kunnen we wel met draadlijsten gaan werken.
Ook bij de GLW LC100 kunnen we met een Excel draadlijst gaan werken die we via de computer naar de machine sturen om dan op lengte te gaan knippen. Yes, dan krijgen we ook nog de toevoeging binnen over het strippen van AWG 30 of dunner. Inderdaad, wordt er gedoeld op het manueel strippen en, en het krimpen. Het gebeurt tijdens het maken van een kabelboom die vaak in een paneel zit, waardoor het machinaal niet mogelijk is. Het krimpen doe ik momenteel met een hete lucht soldeerstation. Dus ik denk dat dat voor een stukje dan al beantwoord is geweest. Dus richting het strippen hebben we ook handtools. In ons pakket waar we kunnen kijken dat daar de juiste oplossingen tussen zitten. Stuur nog kort even een mailtje met uw gegevens naar q&a@smans.com en dan gaan we u zeker na dit webinar contacteren om dat verder te bekijken. Een volgende vraag. Wat is het verschil tussen die oude en die nieuwe AML rounds? Het verschil tussen beide is dat dus de oude, als ik het zo mag zeggen, de standaard AML round, die is manueel mechanisch instelbaar. En de auto is dus eigenlijk elektronisch met een touchscreen instelbaar. Verder is het ook zo dat de buitendiameter van de kabel bij de oude gaat die tot 24, bij de nieuwe gaat die tot 25,5. En ook de striplengte van de standaardmachine is bij de nieuwe 25 centimeter. Waarbij dat je bij de oude heb je eigenlijk drie stappen, de standaard, de 400 of de langere versie, maar dat zijn daar speciale versies. Een ander belangrijk verschil is het eigenlijk de stripkop, de rotatieve kop. Bij de AML round standaard zitten daar twee messen in die dichtgaan, terwijl dat eigenlijk de nieuwe, de auto, kan eigenlijk heeft twee versies, waarbij dat de meest universele versie tot 6 messen kan herbergen. Om de kop eigenlijk een mooie insnijding te maken met de rotatieve stripkop. Misschien een kleine toevoeging daarbij. De nieuwe AML round, daar kan je ook een wayback gaan instellen. Dus ja. Bij de oude AML round, die gaat op een bepaald punt. Dus die zou altijd nog wel eens een keer over de binnenaders, over de shielding kunnen gaan schrapen. Dat kunnen we bij de nieuwe AML round, dus alles in te stellen. Ook de programma's zijn eventueel via een... die kan je gaan scannen. Dus kan je met een scanner gaan werken, een barcode of dergelijke, wordt je automatisch geladen, wordt je product erin gezet. Dus je gaat echt wel een heel stukje nog betere kwaliteit gaan garanderen en je kan toch nog een stukje gemakkelijker gaan werken met een nieuwe AML round. Als kleine toevoeging apart zijn verhaal. Dankjewel voor het uitgebreide antwoord. Ik heb hier nog een vraag. Is sequentie mogelijk op de Mira? Ik ga dat kort even beantwoorden, omdat die vraag inderdaad al gepasseerd was. Dus inderdaad, elke Mira kun je sequentieel mee gaan werken. Zou je eerst zeggen, de buitenmantel er vanaf met die instelling, dan die binnenader met die lengte en die insnijddiameter, een andere binnenader die wat dikker is met een andere striplengte, of een zero cut en een andere diameter. Dat wil zeggen dat je je machine maar één keer moet instellen, een lijstje maken met de sequentie die je wilt maken of volgen en dat je de draadjes één voor één kunt gaan invoegen. En de machine gaat op de display met kleurcode zeggen welke draad erin moet, dat hij de juiste parameters voor die draad gaat gebruiken. Dus dat is echt een super feature van de Mira-machines. Een uniek verhaal ook in de markt om dat sequentieel te kunnen gaan doen. De volgende vraag. Wat is de maximum sleeve lengte en diameter voor de Exmor Infrarood tool? Ja, dus onze mobile controller of de mobile toestel of onze desktop toestel, die hebben eigenlijk een diameter van 16 mm en een shrinklengte van 35. Als we dan gaan kijken naar onze 4mm op de bootshrink, die kan eigenlijk gaan tot 60 mm en 60 mm diameter ook. En dan hebben wij ook nog grotere toestellen die nog niet aan bod zijn gekomen in de video. Maar die kunnen dus effectief gaan tot 170 mm en opnieuw dus lengte en dan 60 mm in diameter. Dankjewel. Dan gaan we richting de laatste vraag zoals ik het nu zie. Kan er ook coax verwerkt worden op de Mira 340?
Dat is een beetje afhankelijk van welke coax dat het is. Dus een Mira 340, je kan natuurlijk in sequentie gaan werken. Dus we kunnen elke stap afzonderlijk gaan programmeren. In de Mira 340 kunnen we ook zeggen dat de grippers dicht moeten blijven in elke stap. Dus dan kunnen we in principe in één stap kunnen we heel de coax gaan verwerken. Maar het is natuurlijk, het is een 340, het is geen 440. Dus dat kan voor bepaalde coaxes, dat geen enkel probleem. Als we toch naar moeilijkere of dunnere coaxkabeltjes gaan kijken, ja, dan raden we toch de 440 aan. Yes, dankjewel Roy. Ja, ik denk inderdaad, op coaxvlak hebben we met het COMAX-schema de Mira-reeks, hè, die is nu een tijdje uit, hebben we echt wel super interessante oplossingen. Voor ook coax te verwerken. Dus dat is zeker voor de mensen in de webinar die met coax werken, zeker ook interessant om even een korte melding te sturen naar Q&A@smaals.com. En dan gaan wij ook graag met de Mira 440 een keer langskomen en demonstreren, want dat is echt, daar krijgen we supergoede feedback op dit moment. Goed, tot heden waren dit de vragen. Dan ga ik het beeld even switchen terug richting mij. Voor nog de belangrijke verrassing die ik had gemeld. Ziezo, terug in beeld. Dus ja, dankjewel voor toch de vele vragen in de Q&A. Nu, wat zouden we nu graag hebben van jullie, is dat jullie een adviesgesprek ook zouden aanvragen. Dat kan via die Q&A@smaals.com, maar we hebben ook voor een landingspagina gezorgd. Dat is www.smaals.com/nl/adviesgesprek. Ook Hanna zet die in de chat. Voor het makkelijk te maken. En normaal ga je op het einde van het webinar er ook naar geleid worden. Waarom nu de verrassing? Als jullie vandaag dat adviesgesprek gaan aanvragen, heeft de commerciële man Roy of Bart tijdens het bezoek niet alleen de Belgische Smaals pralines bij, wat toch altijd lekker smaakt, maar ook het Belgisch bierpakket. Kijken dat het goed in beeld komt met de achtergrond die ik heb. Toch ook het Belgisch bierpakket met bier uit een brouwerij, lokaal hier uit Turnhout. Dus ook zeker interessant om vandaag even de moeite te doen voor het adviesgesprek aan te vragen. Dus niet alleen dat bierpakket dat interessant is aan het adviesgesprek, maar ook zeker de kennis en de brainstorming en de consultancy sessie die onze specialisten met u kunnen doen. Wat is het laatste wat ik wil vertellen? Het volgende webinar, zoals al reeds gezegd, gaat rond labeling en marking, waar we de verschillende technieken daarin aan bod laten komen, de verschillende oplossingen. Die gaat zijn op 10 maart, wederom om 11 uur. Ook weer op minder dan een uurtje ga je een volledige update krijgen van deze wereld. Schrijf je ook nog zeker in voor dit webinar, moest dat nog niet gebeurd zijn. Hanna gaat ook kijken om ook die nog even in de chat te zetten. Dat ook jullie via daar kunnen doorklikken. Moest je het daar niet zien, ook op onze website is er een tapje voorzien voor de webinars, waar dat je ook weer rechtstreeks naar die landingspagina kunt gaan en nog steeds kunt inschrijven. Dan rest er mij het laatste. Dankjewel voor jullie actieve deelname. Het is voor ons super interessant om dit interactief te maken met de Q&A. Denk zeker aan het adviesgesprek, met de leuke verrassing die erbij hoort. En dan kan ik alleen nog maar zeggen tot 10 maart. En dankjewel voor het kijken.